Ja, het is onvoorstelbaar nieuws. En ik als vertegenwoordiger van de beroepsgroep voelen wij ons in ons hart getroffen. Want Peter is toch eerst en vooral gewoon een hele goede misdaadjournalist die heel veel heeft betekend voor het vak. En dat betekent gewoon dat vandaag voor de studio van Boulevard neergeschoten. Het is onvoorstelbaar. Heeft u wel eens met hem gesproken of de NVA over zijn veiligheid, bedreigingen? Ja, zeker. Omdat we natuurlijk juist misdaadjournalisten ook echt precies de groep is waar we het meest voor vreesden dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Hij zei toen dat hij het waardeerde, dat wij onze zorgen maakten, en ook, maar dat hij daar eigenlijk zelf wel voor zou zorgen. Vanavond is gebleken dat dat dus niet genoeg is geweest. Toen u het hoorde, wat ging het toen door u heen? Ja, eerst wil je het niet geloven en tegelijkertijd is dit dus precies wel hetgeen waarvan je wel denkt dat er kan gebeuren. En het mag niet zo zijn en ik denk dat het alleen maar kan betekenen dat we als journalistiek ons werk moeten blijven doen en moeten laten zien dat we wel in een open samenleving leven en in een samenleving waarin journalistiek gewoon moet kunnen plaatsvinden. Dat zijn we absoluut ook aan hem verschuldigd.